dat dan weer? Kalimaropad genoemd, dat landgoed dat hier vroeger heeft gezeten. Het waren Indische mensen die daar vanuit Java hier naartoe zijn gekomen. En mevrouw, zo leert de geschiedenis, die had toch wat heimwee, althans behoefte aan wat herkenmispunten. En de familie had een suikerplantage, een suikerfabriek op Java. En die heette ook Kalimaro. Vandaar Kalimaro. Niet een Nederlands woord, 1, 2, 3, maar het staat er wel als zodanig op. Stichting Heemskunde heeft ons erbij geholpen. Ik neem aan dat dat ook belangrijk is, dat die informatie ook bewaard blijft voor de toekomst.